Van 14 tot en met 16 december vond de 61ste editie van de Gelderland Show plaats in de Jan Massenkal. Tijdens de Nationale Kleindieren Tentoonstelling worden verschillende kleine dieren tentoongesteld en gekeurd. Zoals konijnen en duiven. Partij van de Dieren spreekt zich uit tegen deze show. De dieren zitten daar gewoon niet goed. Hun welzijn is ernstig aangetast. Ze zitten in veel lawaai, veel geluid, veel, veel uh, herrie van mensen. Maar ook uh, ze kunnen zich niet onttrekken aan mensen. Sommige konijnen zitten op draadgaas kooitjes, alsof je in een bontfokkerij in het oostblok zit. Uh, een aantal dieren hebben we ook gezien die langere tijd geen water kregen. Dus er wordt gezegd dat er wel vrijwilligers rondlopen die water geven. Maar als je bakje helemaal droog is, dan heb je toch echt al lange tijd geen water gehad. Om het dierenwelzijn te verbeteren worden grotere kooien genoemd als oplossing. Volgens de Partij voor de Dieren is dit echter niet het enige probleem. Nee, ik begrijp wel dat de organisatoren natuurlijk graag door, graag door willen. En ook denken dat een de grotere kooi een optie is. Maar dat is het gewoon niet. Want de lawaai blijft, de, de grote drukte van mensenmassa blijft, geuren blijven. En konijnen en vogels, dat zijn toch prooidieren. En mensen worden door hen gezien als, als jagers, als, als roofdieren. En daar voelen ze zich niet lekker bij. Je ziet ook dat dieren proberen te ontsnappen he, door met hun kopje door te. Proberen te komen. Maar ook doordat ze helemaal apathisch in een hoekje wegkruipen. En je ziet aan alles dat ze gewoon niet lekker in hun vel zitten daar. En dan kunnen fokkers zeggen, ja, dat zijn ze gewend, dat doen wij altijd. Maar dat is door de ogen van de fokkers. Door de ogen van het dier zie ik iets anders. Er zijn veel grotere problemen met dierenwelzijn. Denk aan slachthuizen, denk aan de bio-industrie. En ja, er zijn natuurlijk ook grote mensenproblemen en klimaatverandering, al dat soort zaken. Maar het begint bij kleine dingen. Op het moment dat je kleine dingen niet goed doet, gaan de grote dingen ook niet goed. Je moet zorg hebben voor andere levende wezens. Partij voor de dieren vindt dat de dierenshow een verkeerd signaal afgeeft, vooral aan jonge kinderen. Op het moment dat kinderen zien dat ze daar in een klein kooitje zitten en ze te horen krijgen van nou die worden goed verzorgd en er wordt goed aandacht aan ze besteed, ze krijgen goed eten. Dan leren ze eigenlijk dat in een klein kooitje zetten van dieren dat dat goed is. Wij willen niet dat kinderen leren dat je zo met dieren moet omgaan. Dieren horen met respect behandeld te worden en dus niet in zo'n klein kooitje gezet te worden op zo'n show. De Gelderland Show laat weten hier niet op te willen reageren.